De Antoine de Kom Universiteit van Suriname hield gisteren een seminar met als thema de rol van de studierichting agrarische productie in duurzame landbouw in Suriname. Het seminar is gehouden in de guesthouse van de universiteit, zo meldt het Nationaal Informatie Instituut. LVV-minister Rabin Parmisser benadrukte dat de agrarische sector de basis is van elke economie. Deze sector draagt niet alleen bij aan de voedselbehoeften, maar zorgt ook voor arbeidsgelegenheid. Daarnaast kunnen de producten worden geëxporteerd. Om betere resultaten te bereiken in de agrarische sector, moeten de verschillende actoren nauwer met elkaar samenwerken, merkt de minister op. Het ministerie werkt eraan om de sector verder te ontwikkelen. Een van de belangrijkste ontwikkelingen is de modernisering van de landbouw. Daarnaast worden afgestudeerden van de agrarische richting in dienst genomen, zodat zij onderzoek kunnen doen.